Welkom bij Remea Visuele Instructies. Verwarmingssysteem vullen. De waterdruk in je verwarmingssysteem moet tussen de 1,5 en 2 bar liggen. In deze korte instructievideo laten we zien hoe je op eenvoudige wijze het verwarmingssysteem kunt vullen. Zet de kamerthermostaat op een zo laag mogelijke waarde. Draai de kranen van alle radiatoren volledig open. Trek nu de stekker van de verwarmingsketel uit de wandcontactdoos. Lees de waarde af die de drukmeter aangeeft. Wacht met bijvullen totdat de radiatoren koel aanvoelen. Verwijder de afsluitdop van de vulkraan. Sluit de vulslang met de koppeling aan op een koudwaterkraan. Houd het andere uiteinde van de vulslang boven een emmer. Sluit de koudwaterkraan zodra er water uit de slang stroomt. Bevestig de slang met de koppeling stevig aan de vulkraan van de installatie. Draai de koudwaterkraan heel langzaam open. Draai de vulkraan van de cv-installatie langzaam open. Lees de waterdruk af die de drukmeter aangeeft. Draai de koudwaterkraan dicht zodra de installatiedruk 2 bar is. Laat de vulslang aangesloten. Steek de stekker van de verwarmingsketel weer in de wandcontactdoos. Lees de waterdruk af die de drukmeter aangeeft. Herhaal de bijvulprocedure als de installatiedruk lager is dan 1,5 bar. Draai de vulkraan dicht. Koppel de vulslang van de vulkraan af. Let op, sluit de koudwaterkraan en de vulkraan eerst goed, voordat de slang wordt afgekoppeld. De slang staat onder druk. Gebruik een doek om het lekwater op te vangen tijdens het losdraaien van de slangkoppeling. Koppel de vulslang van de koudwaterkraan af. Draai de dop op de vulkraan.